In 1922 besliste een groep Engelsen om in Oost-Duinkerke een terrein van 100 hectare aan te kopen om er een golfbaan te bouwen. Harry S. Colt werd aangezocht om de baan uit te tekenen in de prachtige duinen bij het strand van Sint-André. In zijn memoires omschrijft Colt Sint-André als zijn allerbeste ontwerp. Een quote die kan tellen, als je weet dat de man overal ter wereld in totaal meer dan 100 golfbanen heeft ontworpen en gerestaureerd. Er werd zelfs een clubhuis opgericht, Père Omer. Het clubhuis van Kokzijdehof ter Hille heeft een bewogen verleden. Een uithof van de voormalige duinenabdij. De geschiedenis van het hof gaat terug tot de vroege middeleeuwen. In de 10e en 11e eeuw stonden hier twee boerderijen van gegoede burgers. En we zijn heel fier dat we nu vandaag hier het sluitstuk kunnen presenteren. De opening van het nieuwe clubhuis. Aansluitend op de oorspronkelijke hoeve die daar gebouwd was. Die is eigenlijk gedeeltelijk bescherming genoot. Waar we dus ook speciaal inspanningen hebben moeten doen om het oud hoevegebouwtje te incorporeren. De uitdaging van de golf was om dus een publieke golf te maken die dus toegankelijk zou zijn voor iedereen. Ik denk dat we erin geslaagd zijn. 1. Omdat we zien dat het aantal leden in de tussentijd tot 1000 opgelopen is, waarvan de helft Kokzijdenaars en van de grote andere helft veel tweede residenten. 2. We hebben dus ook een spontane jeugdwerking uit de grond kunnen stampen. En dat is dus ook een van de doelstellingen van deze golf ter Hille, namelijk om de jeugd van Kokzijde en de regio dus ook tot golven aan te zetten. Mijn naam is Mark van Weverberg en ik maak deel uit van de Aclagro, welke vooral de grote grondwerken, de screening naar explosieven en de vijvers aangelegd hebben. Wij zijn een bedrijf dat veel complementaire afdelingen heeft, maar voor een golfaanleg hadden wij geen expertise. Daarom hebben wij een expert gezocht in het fijn nivelleren van de grondwerken. En daarom zijn we te raden gegaan bij Hademan. Ik ben Matthijs Raak, algemeen directeur van Hademan BV. Wij hebben op deze golfbaan zijn we zowel betrokken geweest als bij de aanleg als bij het onderhoud nu van de baan. We hebben dit schitterende ontwerp van Jeremy Pern samen met Aclagro in een samenwerking in een THV aangelegd. 2 jaar geleden zijn we begonnen met het project en we zitten nu vlak voor de opening en je ziet de baan zijn karakter nu krijgen en steeds mooier worden naar de opening toe. Ik ben enorm fier dat Furnibor een prachtige referentie bij heeft. Het is een heel uitdagend project geweest. De planning was een heel moeilijke opdracht, maar met het sterke team van Furnibo, waar ik trots op ben, zijn we er toch in geslaagd om dit project tot een goed einde te brengen. Bouwbedrijf Furnibo heeft samen met de firma KT een kleine 2 jaar geleden hier begonnen met de bouw van het clubhuis Hof ter Hille in Oost-Duinkerke. De firma KT nam de ruwbouw voor zich en Furnibo nam de coördinatie op zich van de afwerking en de technieken. De site is opgebouwd uit 2 gebouwen eigenlijk. Je hebt de schuur, dat is het sportieve gedeelte, waar in de kelder de golfkarretjes worden geparkeerd. Gelijkvloers is dan het sanitaire gedeelte met de kleedkamers en douches. Het andere gedeelte is dan het clubhuis met de inkomhal en de shop. En dan ook de bar en het restaurant. Hof ter Hille is ook een eco-golf. Overal bevindt er zich vloerverwarming. Deze vloerverwarming wordt aangestuurd door een warmtepomp. En deze warmtepomp werkt op geothermische boringen die zich hier achter ons het terras bevinden. Anderzijds is de warmwaterproductie voor de douches in de schuur worden deze opgewekt door zonnecollectoren die zich op het dak bevinden van de Cadimaster. Een van de grote uitdagingen van dit project was ook om alle partijen op eenzelfde lijn te krijgen. Maar met de nodige inzet en gedrevenheid van het ganse bouwteam mogen wij als Furnibo zeker trots zijn op deze unieke parel aan de Belgische kust.
Het onderhoud van de golf wordt georganiseerd vanuit de onderhoudsloods. Deze loods, vroeger een aardappelloods, is de uitvalsbasis voor een tiental onderhoudsmensen. Er zijn in 2013 1.465.000 ballen afgeslagen. Er is ook een nursery green. Aangezien de grassen heel kort gemaaid moeten worden, zijn ze vatbaar voor ziektes. De 906 sprinklers van de beregening zijn verbonden met een 12 kilometer lange besturingskabel. In uitvoering van het Vlaams Golfmemorandum bestaat het golfterrein van Kokzijde Golf ter Hille uit drie delen. De Golf Academy, de Short Course en de Championship Course. De Short Course is de oefengolfbaan van 9 holes. Deze heeft de naam Hazebeek Course gekregen. Een verwijzing naar het voormalige tracé van de waterloop Hazebeek, die zich door deze baan slingert. De Academy omvat de driving range, een putting green, een oefenbunker en een chipping green. De driving range is iets meer dan 200 meter lang, 90 meter breed en omvat 25 afslagplaatsen. Het paradepaardje van Kokzijde Golf ter Hille is de Championship Course. Deze 18-holesbaan is intussen omgedoopt tot Langeleed Course. Een verwijzing naar de waterloop Langeleed, die aan de zuidelijke grens van het golfterrein ligt. Deze baan telt 2 9-holesbanen, waarvan de eerste en laatste niet ver van het clubhuis liggen. De baan is doorspekt met waterpartijen, potbunkers en roughs. Van verschillende types die voor tal van hindernissen zorgen. De greens maken ook van het putten een serieuze uitdaging. Wens ik onze privépartners Jimmy Kluits en Sylvester Vermoten, die de shop zullen uitbaten, veel geluk toe. En ik hoop dat hun hoofdshop goed zal draaien. En uiteraard wens ik ook veel geluk aan de familie Nuiten, die na een openbare aanbesteding dus hier de concessie verkregen heeft van de bar en van de restaurant. Wij weten dat ze reeds in Kokzijde en Sint-Tillisbald een paar schitterende horecazaken uit de grond gestampt hebben. En we hopen dat dat hier navolging zal krijgen en dat iedere Kokzijdenaar en iedere toerist de weg zal vinden om hier te genieten van de vele lekkernijen die zij voor ons zullen klaarmaken. Veel geluk aan onze partners.